De storm voor Siep van de Ploeg. Want naast een film, een single en een nieuw album gaat hij met de kast ook het hele land door toeren voor hun 30-jarig jubileum. Even een kleine compilatie van Na je Day door de jaren heen. Zuster, als komt de dag, vindt er lucht, zien wij. Ja. Ja, er zijn echt honderden uitvoeringen van. Hè? Ja, zeker. Als je dat 30 jaar doet. Dan... Ja, ja, dan komt het nog wel eens terug. Een avond vullen. Maar die 30 jaar, dat was eigenlijk voor corona natuurlijk. Jij hebt toen een fantastisch aftrap eigenlijk gedaan in AFAS Live. En toen kwam de boosdoener. 2019, we zouden in 2020 inderdaad op tour gaan. Een jubileumtour, 30 jaar de kast. Maar dat werd dus 2022 wordt dat nu. Ja. We gaan alsnog de jubileumtour doen. En hoe is het dan om weer met elkaar dit op te zetten? Nou, eigenlijk hebben we niet stilgezeten. Want vanaf dat moment dat we die tour deden, zijn we ook weer gaan schrijven met elkaar. En we hebben nu dus een album, een nieuw album gemaakt, wat we uit gaan brengen op 19 november. En een single. Klikte het nog? Ja, nou, dat of klikt moesten jullie altijd weer aan elkaar wennen? Nee, we hoeven nooit aan elkaar te wennen. We zijn altijd meteen weer de kast van toen. Ja, ja, ja. Het is een vriendenclub die begonnen is in de eind jaren 80 eigenlijk. En nou, dat is altijd doorgegaan met heel veel optredens. We hebben heel veel hoogtepunten meegemaakt. Wat ook is een aantal voor jou dieptepunten. In die 30 jaar een hoogtepunt? Nou ja, wat je zo net voorbij ziet komen, dat we hadden het net over voetbal. Maar het eerste echte hoogtepunt was natuurlijk het Abel Enstra concert. Precies 25 jaar geleden nu, waar we Naaie Dij opnamen. Ja. En dat, toen dat gebeurde, toen al die mensen hoorden meezingen in het Fries, ja, toen hadden we wel zoiets, dit is onze doorbraak. Ja. En ja, voor een Friestalen nummer was dat fantastisch. En jullie dat zijn waren we blijven ongeveer doen. De eerste volgens mij, die van die enorme concerten in Arena en, ja, en Gelredome en zo, voordat al die anderen dat deden. Precies, wij deden Gelredome, 3 keer Gelredome uitverkocht. Abel Enstra Stadion, de Arena, dat was nog voordat dat die andere grote jongens precies, in Nederland dat deden. Ja. Dus dat, wat dat betreft waren we voorlopers. Ja. En, en nu gaan we weer een hele mooie theatertour doen, waar we heel veel zin in hebben met prachtige. Maar er komt ook een nieuwe single uit, die gaan jullie straks voor ons spelen. Daar zijn we zeer nieuwsgierig naar. Maar hoe is het om weer samen nieuwe muziek te maken? Is dat, gaan we straks die shows die jullie nu gaan geven alleen maar nieuwe muziek? Nou, we gaan natuurlijk, die show heet 30 jaar de kast, dus we gaan heel veel oude hits spelen. Ook toch wel. We hebben in de loop van de jaren hebben we 17 top 10 hits gehad. Dus daar gaan we een aantal van spelen. Die willen mensen ook graag horen. Maar ook de liedjes die we zelf te gek vinden. Mooie teksten en zo. En ook wat nieuwe dingen. Maar dat zullen er niet heel veel zijn. Mensen komen toch voor de hits van toen. En daar kunnen we mooi, die 30 jaar door, kunnen we mooi doorheen lopen met z'n allen. En we hebben heel veel zin in. Heel veel fans weer te zien. En, ja, door het hele land. Dat is hartstikke leuk. Maar eigenlijk zijn jullie teksten gaan altijd over menselijke onderwerpen, laten we het zo zeggen. Veel over vriendschap ook. Ja, klopt. Hoe zit het met jullie eigen vriendschap eigenlijk? Over leegte ook? Nou ja, ook op, wat voor gevoelens heb je? En dan op alle gebieden eigenlijk. Hè? Van de liefde tot het begin van het leven, het eind van het leven en alles wat ertussenin zit. En hoe zit het met jullie eigen vriendschap? Gaat dat altijd op? Onze vriendschap is... we hebben wel moeilijke periodes gehad. Dat heb je in elke relatie, denk ik. En, maar we zijn, wat ik zo net zei, als vrienden begonnen. En dat zijn we eigenlijk altijd gebleven. Ja. We hebben van alles meegemaakt. En we zijn nog steeds die vriendenclub. En we maken heel graag muziek met elkaar. En we kennen elkaar zo goed. Want we hebben in die jaren natuurlijk... Er zijn 10 jaar bij geweest, van halverwege jaren 90 tot 2002, dat we gewoon bijna elke dag bij elkaar waren. Dus je moet dan een hele goede band hebben. En ook een tijdje is dat wat minder geweest. En nu voel ik gewoon dat er een soort van cast revival bezig is. De optredens die we doen, daar zit heel veel passie in, heel veel vuur.
En heel veel plezier, muziek maken. Misschien realiseer je ook, doordat het zo lang door corona stil heeft gelegen, hoe bijzonder het is dat je het kan doen. Sowieso. Ja. De corona heeft wel duidelijk gemaakt dat ons beroep, wat wij doen, fantastisch is. Ja. En we hadden wel zoiets, het is altijd druk en veel weg van huis. Maar het spelen, muziek maken en we hebben het weer, verbinden van mensen door die muziek. Dat is gewoon een prachtig mooi beroep. Ja. Maar nou gaat er nog wat gebeuren, want er komt een film, Grutte Pier. En daar speelt jij een rol in. Ja, Grutte Pier. Dat wordt gespeeld door Milan Verwelen. Die is, ik dacht, 2,08 meter. En ik heb de rol van Lietse Ties. Want ik ben 1,75 meter. Lietse Ties betekent kleine Ties. kleine Ties, maar. Een vriend van Grutte Pier. En een beetje zijn raadsman. Die hem dus de dingen influistert. Hoe hij het beste problemen op kan lossen. En, we mogen even een klein stukje laten zien. Oké. Waarom had een Fries zijn grote bedstee? Omdat in Fries altijd dwars leidt. Rapsop, uw volk, vrienden ze. Friesland had die nodig. Wij hadden die nodig. Een boerenopstand. Je bent krankzinnig geworden, Pier. Excession! Lever die als slaaf! Ja, prachtig. Oh. We hebben veel om ons op te verheugen. We zagen ons Bram van der Vlucht nog voorbij komen in deze film. Maar ik wil jou nu vragen om je te voegen bij je vrienden van de kast. Want we gaan heel graag naar die nieuwe single luisteren. De jubileumtour die gaat 19 november van start. Maar nu hier bij ons dus met hun nieuwste single. En die heet De Tijd is van mij. Als ik opsta, weer vooruit ga naar de dag. Telkens als ik stil ga, als ik naga wat ik mag. En weet ik, als ik stil ga, weer vooruit ga, het ligt in mijn hand. De tijd is van mij, ik leef in het nu, de weg is vrij. Als de maan straks zal schijnen.